De eerste 16 particuliere woningen in de wijk Selwerd aan de Larix worden aangesloten op het warmtenet. Het zijn de eerste eigenaren van woningen die kiezen voor warmtenet en zo van het aardgas afgaan. Het warmtenet is een ondergronds buizenstelsel dat zo warm water naar de woningen brengt. De warmte komt onder meer van datacentra op Zernike. Tot nu toe werden alleen gemeentelijke gebouwen en huizen van woningbouwcorporaties op het warmtenet aangesloten. De warmtenstad legt in de Selward het warmtenet aan en uh, particuliere bewoners die zien dat uh, voor hun deur uh, gebeuren en die hebben ons gevraagd: kunnen wij meedoen uh, met warmtenet? Het gaat om 25 uh, bungalows, waarvan uh, uh, 16 hebben gezegd: wij willen graag meedoen. En we hebben gekeken of dat mogelijk was en dat kan. De aansluiting van de woningen gaat 350.000 euro kosten. En wij doen het ook om ervaring op te krijgen met uh, dit soort uh, uh, grondgebonden woningen. Dus niet de grote corporatieflats. Dat is wat Warmte Stad al doet. Dit valt eigenlijk buiten hun opdracht. En we hebben Warmte Stad gevraagd, deze bewoners vragen erom, en maak het mogelijk. En dat kan dus met deze rijkssubsidie. De bewoners zelf betalen niks. Zij krijgen een subsidie en die subsidie geven ze door aan ons, zodat het uh, wat meer betaalbaar is. Het warmtenet is belangrijk voor de gemeente, omdat hij in 2035 aardgasvrij wil zijn.